toestand van evacuatie steeds dreigender en somberder. Integendeel heeft men geen hoop meer. Venlo is reeds aan het trekken door barre kou en sneeuw. Veel kinderen zelfs blootvoets. Artillerievuur hevig. Wegen bezaaid met afgeslagen bomen. Enige verlichting. Ellende van evacuatie te voet is zo groot dat het verboden is. Het moet per trein. In Venlo en Caldekerke staan de mensen dagenlang te wachten op een trein. In Caldekerke eindelijk verwarmde lokalen. Het voedsel moet door Venlo en Tegelen worden verstrekt. Vele keren terug. Als ik al die ellende hoor, leef ik nog in een paradijs. Ook al zijn in de kelders de mensen ziek van de zenuwen. Wat staat ons te wachten? Meneer Pastoor gaat in het missiehuis de zenuwen wat kalmeren. Men heeft niet veel hoop meer. Moeten we na ruim 8 weken beproevingen in de kelders dan toch evacueren? Ik had gedacht en gehoopt allang bevrijd te zijn.